scheelt een jas met gisteren. Dat gaat toch al? Of met vorige week? Vorige week was dat, ja. Vorige week was dat. Oh, het is koud. Wat ik nou toch mee heb gemaakt, joh? Nou? Nou. Ik ik ging naar de Ardennen dit afgelopen weekend. Had ik twee mountainbikes. Had ik op het dak gezet van een auto, op de, ja, op de fietsendrager, op zijn kop, weet je, met de wielen omhoog. Ja. En ik ken ze daar wel in de Ardennen, weet je, zo'n landweggetje, zo, ja, een beetje rijden. Ja, dat is wel leuk rijden hoor. Ja, en op een gegeven moment, wat er gebeurt, dit was een taluutje zo met gras en dat eindigde in de Oerte. Weet je wat de Oerte is? Een dal? Dus, nee, dat is een riviertje. Oké. Okay. De Oerte. En op de een of andere manier kom ik met mijn wiel kom ik in die greppel terecht die daar langs de weg was. Ik sla op zijn kop. Ik kom op die wielen terecht van die twee mountainbikes. En ging fiets verder? En ik ging gewoon naar beneden toe op die vier wielen. En net voor de Oerte, voor de Oerte, we denken wat ik heb gedaan. Mijn maat was erbij. Toen ben je wakker? Nee. Toen heb ik de ramen opengedraaid en ik de handrem ingetrokken. Net voor het rivier stond. Oh ja, tuurlijk ja. Dat ik gelukkig echt erbij komt. Niet normaal. Dat heb ik wel gehad. Echt geluk gehad, joh. Jongen. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt dat je denkt van hoe is het toch mogelijk dat dit mij is overkomen? Ja, dat ik zoiets mee heb gemaakt. Ja, er gebeuren zoveel van die dingen. Ja, wat is het meest spannende dan? Het meest spannende waar ik mee heb gemaakt? Dat je zegt van, oh, daar ben ik daar goed weggekomen. Ja, dat ik een keer bijna verdronken was. Oh? Een zee. Oh ja, had ik jij wel eens verteld. Ja. Okay, ja. Hé, waar zijn we, Adrie? Volgens mij een scandal. 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 We zitten in de Hoofdstraat. Oké. Waar komt die naam vandaan? De Hoofdstraat. Van, weet je, van jouw hoofd of zo? Of? Nee, ik ben even serieus. Wat er vandaan komt? Ja, ja, misschien wel van de baas van Scandal. Oh, even kijken het hier. Het hoofd. Waar zit je? Nee, ik zie hier, ja, de Hoofdstraat is natuurlijk, dus dat was de doorgaande weg natuurlijk van elk dorp. En dat werd de Hoofdstraat genoemd. En die liep dan meestal in de buurt van de Kerkstraat. Goed zo. Ja, operatie Market Garden hier in Schijndel. Een groot onderdeel van de gevechten die er hebben plaatsgevonden. In, van 17 tot en met 26 september 1944. Lang geleden. Ja, maar niet vergeten. Wat ook leuk is, is dat ze hier die stamkaart, die distributie. Dus zou maar zeggen op de bon. En dan zie je dat heel goed. Hè? Dat ja. Het graan, het vlees, melk, aardappel, ja, boter. Stond allemaal nog op de bon. En ook schoenen. Ja, dat zie ik. Ja, ik zie pas schoenen, wat mensen zeggen. Ja, dat ben ik. Wat zijn de gedden? Ja. Uitgereikte bonkaart, mooi. Mooi bewaard gebleven. Ja, maar die waren toch niet van steen vroeger, of wel? Schoenen? Nee, die kaarten. Nee, die waren van papier. Oh, omdat het toch op de grond ligt? Nee, dat is toch nagemaakt. Dat hebben ze gewoon op de grond gelegd. Oh, nagemaakt? Ja. Oké. Ja. Mooie locatie. Prachtig nieuwe bedrijf hier ook. Het Verse Warenhuis. Dat wat ze in Den Bosch niet is gelukt, dat lukt hier in Schijndel wel. Dat vind ik ook wel leuk om het eens een keer te melden. Hé, hey, en ik zie dan eigenlijk dat... Wat valt jou op als je die pandjes nou hier zo ziet, hè? Dus we zien hier wat oud. Ja. Er staan verschillende... Kijk eens even mee met de kamer. Ja. Dus dat Verse Warenhuis is alweer nieuw. Ik heb hier een mooi... Een oud, ja, volgens mij. Pand, weet je wel, zo rond 1920. Ik heb hier wat de horeca zitten. Draai door. Dan heb ik hier, ja, de woningjes die omgebouwd zijn tot winkeltjes. Dat zijn allemaal wel oude pandjes, hè? Ja, en dan zien we hier een nieuwbouwpand staan. Zie je dat? Ja. Eigenlijk die hele blok. Ja. Ik zie daar nou Classic Style. Dat is een lingeriezaak. Een beste? Classic Style. Ja, wat is dat voor iets? Lingerie. Beste. Ondermode. Oké. BH's. Ja, ja, ja. Slipjes. Ja, bij ons noemen ze dat een bokkentuig. Een bokkentuig? Ja, maar ja, een bokkentuig. Een bokkentuig. Oké. Bokkentuig? Ja, een bokkentuig. Wat een bokkentuig. Ja. Kijk eens hier, er hangen zo zeker vijf bokkentuigen. Dank, dat zat, ja. Hey, dus die hele hoeken is hier helemaal nieuw gekomen. De nieuwbouw is hier ongeveer een bijna 10 jaar geleden is die hier neergezet. Maar weet je wat hier vroeger zat? Hoppa. Oh ja. Ja. En die café van Erp, die zat hier dan. En nou schijnt het, dat weet ik het niet helemaal zeker, want ik ben natuurlijk niet helemaal ingeburgerd, dat in de hoek, volgens mij op de hoek, de mevrouw van Erp hier nog steeds, zal maar zeggen, een pandje heeft. Maar die woont daar. Dus daar is gebleven. Ja. Hey, een beetje een raadseltje, ja, ook voor de mensen thuis. Ja. Hoeveel, dat is wel leuk om te weten, als het gaat om een BH bijvoorbeeld. Ja. Hoe ziet die BH van jullie Jacqueline eruit? Ja, hoe ziet het die uit? Dat weet ik. Ja, die zit er zo vol. Ja, maar wat is de lulligste? De lulligste? Ja.
Want volgens mij is volgens mij pas weggegooid. Nou, ik begrijp dat je het niet wil vertellen. Omdat je zo lullig was. Ik begrijp dat je het niet wil vertellen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, eigenlijk niet, want dan krijg ik nog op sodemieter een keurtje op. Altijd op sodemieter. Luister eens. Een vraag aan jou. Maar ook natuurlijk aan de mensen thuis. Ja. Uit hoeveel delen bestaat een gemiddelde BH? Ik ga het antwoord nog niet geven, dus denk er eventjes over na. Uit hoeveel delen bestaat een gemiddelde BH? Dus dat wil ik eventjes van jou dadelijk ook weten en van de mensen thuis ook. Dus dat is echt een leuke vraag. Nou, overleg eventjes. En wat ook heel bijzonder is, is als jullie Jacqueline of jij naar een schoenenwinkel gaat. Doe jij uw schoenen dan passen voordat je ze koopt? Natuurlijk wel. Alleen. Ja, dat is normaal hè? Ja. Wist jij dat 60-70% van de vrouwen die een BH koopt, die niet past? Is dat zo? Ja. Alle dekens dat ze maar groter hebben als wat ze eigenlijk hebben. Ja. Ja. Of klein. Ja, ja. Maar dat een juiste pasvorm is natuurlijk heel belangrijk, hè? Ja, ja. Weet het antwoord al? Uit hoeveel onderdelen bestaat een BH? Ik denk wel misschien een stuk of 20, 30. Weet ik het. Het zijn allemaal, losse dingen. En een bandje en een touwje en een elastiekje. Dan weet ik het allemaal. Het zit gemiddeld. Voor de mensen thuis, gemiddeld. De ene is iets minder, de andere is iets meer. Afhankelijk van hoe rijkelijk bezit hij is. Ja. Maar gemiddeld zit hij zo rond tussen de 50 en de 60. Dat is legal. 50 is gemiddeld. Zo. Dat is legal. Onderdelen. Zo. Het haakje. Ja. Het dingetje, het gespje. Ja. Het bandje 1. Het elastiekje. Het kantje. Pandje 1, pandje 2, pandje 3. Pandje 4, pandje 5. Tel het maar allemaal op. En dan ook nog die dingen die erin moeten hangen. Tellen die niet mee? Nee, die tellen niet mee. Nou, we gaan even kijken. Nou, ik stel voor dat jij nu even naar binnen gaat om te vragen. Waarom? Wat ik ook even wil zeggen, Adrie. Ja? We gaan even hier kijken, want we zijn natuurlijk best wel bij veel mannenbedrijven binnen geweest. Ja. Hè? Hooguit als we iets met dames deden, was het een kapsalon. Ja. Maar om nou gewoon een lingeriezaak in te lopen met een camera gewoon in de naanslag, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Dus ik stel voor dat jij naar binnen gaat. Ja, maar ik heb dat ding bij. Ja, hou ik al vast. Alweer? Ja. Iedere keer van die rotklusjes van mij. Hè? Nee, dat is, ik ben altijd gewoon. Ik moet het altijd doen. En de vorige keer dat ik over die boom moest lopen. Ja. Ja, daar had ik me ook gefopt. Dat is niet waar. Jawel. Echt niet. Jawel. Ik ga wel naar binnen. Oh, ben ik aan het scheiden. Ja, ik vind dat een beetje gênant. Hoofdstraat 102. Ja. Classic style. Zeg, ik ben een zwerver door de regio. Ik ben Dol. Hi, Petra. Hi. Mogen we even binnenkomen filmen? Eventjes jouw bedrijf even kijken hoe het zit. Begint er niet te vragen voor koffie? Ja, ik weet niet wie jullie zijn natuurlijk. Mannen? Ja, twee. Oh, met enorme behoefte aan koffie. Oké, nou, daar hebben we ook wel. Die staat hier bruin. Nee, prima. Kom erin, zou ik zeggen. Je overvalt me, maar kom er maar in. Petra den Otter van Classic Style in de Hoofdstraat 102 in Schijndel. Wat voor zaak heb jij hier precies? Ik heb hier een lingerie speciaalzaak. Een lingerie speciaalzaak voor dames. En we hebben natuurlijk ook herenondergoed. Maar het gaat verder dan dat, hè? Want ik bedoel, hier hangen, ik heb het natuurlijk even binnengelopen. Ik heb even gevraagd of ik mocht komen filmen. Maar ik zie meer dan alleen lingerie. Ik zie passie en ik zie know-how. Leg eens uit. Ja, leg eens uit. Er is heel veel te vertellen over een BH bijvoorbeeld. Maar ik zal je alle details besparen natuurlijk. Maar wij hebben lingerie van de betere merken. Maar we hebben ook lingerie voor de jeugd. Dus ook een betaalbare prijsklasse voor de jeugd. En we hebben ook een uitgebreid collectie. Zoals je hier ziet, bijvoorbeeld badmode. Ook weer voor kleinere kinderen, kleinere meisjes. En ook voor volwassen dames. En ook voor de oudere dames. Hoe zie jij, of is dat weer een vak apart? Als je iemand binnen ziet komen en je denkt van nou, bij dat figuur hoort dit soort ondermode. Ben je dan stylist? Ja, dan ben je dus echt stylist. En ja, ik heb dat gelukkig allemaal gehaald, al die papieren door de jaren heen. Ik blijf er nog steeds ook voor leren en ik blijf ermee bezig. Het is gewoon een heel leuk vak. En het is ook heel mooi om iemand dus heel voldaan de winkel uit te zien gaan. Hé, hey, Nol. Ja? Ik wil het niet voor zeggen, maar weet je waar ik dacht wat even in de winkel was? Nee.
iets meer geluid. Die dacht dat koptelefoons waren. Ja, sorry. Oh, sorry, ja, ik heb hem buiten nog gewaarschuwd. Gedraag jezelf, maar goed. We gaan gewoon even verder. In die ondermotor is heel veel te doen. Hè? Je had een hele mooie sticker op het raam en daar stond op... waarom passen we wel onze schoenen, maar niet onze BH's? Gebeurt dat vandaag de dag nog steeds? Dat mensen denken van, nou, het past wel? Ja, er zijn natuurlijk nog heel veel vrouwen die denken van... oh, ik heb die maat, dus ik pak dat en het zit. Maar het mooie van ons vak is dan om die vrouwen bijvoorbeeld... eens een keer een goede pasvorm aan te geven. En ook een goede en een prettige snit, zoals wij dat dan noemen. En dat ze dan zeggen, ja, nou voel ik inderdaad het verschil. Maar je ziet het ook bij de dames. Als dames... Worden ze dan zelfverzekerder ook? Ja, zeker. En heel veel vrouwen die klagen wel eens van mijn buikje, mijn maag. Maar als ze dan een goede BH aan hebben, waardoor de borsten een beetje gelift worden, zeg maar, dan komt het lichaam ook veel mooier tot zijn recht. En ook hun kleding. Dat betekent eigenlijk dat het kind, het jonge meisje, uiteindelijk doorgroeit van een hemdje en een onderbroekje naar haar eerste setje. Dan kunnen ze ook hier terecht. Ja, zeker. We krijgen ook wel eens, dat is laatst nog een keer gebeurd, een heel mooi onderwerp bijvoorbeeld. Er was een hele oude mevrouw, en die zei van ja, mijn kleinkind mag een setje uitzoeken. Maar haar dochter was er ook bij, dus we hadden op een gegeven moment alle drie de dames naast elkaar in de paskamer. En alle drie kunnen ze hier slagen en worden ze hier goed geadviseerd. En dat is mooi. Wat leuk. Dus dat betekent eigenlijk ook van als we oma die, nou ja, ik wou zeggen mijn schoonmoeder, maar die gebruik ik heel vaak als een leidend voorwerp. Maar oma die een beetje stevig is, die kan dus ook hier voor het echte oude corset terecht. Ja, zeker. Hebben we ook nog steeds. Ja, en ik ga ook wel eens bij verzorgingshuizen en verpleeghuizen langs om die mensen daar te helpen. Want het is ook vaak moeilijk voor hun om hier naartoe te komen. Dus dat doen we ook. En inderdaad ook nog de ouderwetse corsetten en onderbroeken met pijpjes bijvoorbeeld ook nog. Ja. Dus eigenlijk heb jij een soort van laserogen. Jij ziet eigenlijk al aan de buitenkant wat het moet zijn. Dat doet me denken aan de ene winkeltje dat vroeger in de Vughtestraat zat. Ja, van vroeger van mevrouw Hoyer. Die had dezelfde eigenschap, of ik heb dezelfde eigenschap als die mevrouw. Ja, wij zien op het oog eigenlijk wat iemand mag dragen. Dat is natuurlijk altijd de klant of ze het wil. Maar een goed advies kan ik heel snel geven inderdaad op het oog. Wij hoeven hier niet meer te meten. Dat moet eigenlijk wel officieel als lingerie stylisten. Maar vaak kan ik al heel snel zien of ze 75 omvang hebben of 76 of 77. Ja, dat zie ik ook. Ja, dat is vakkennis. Zeg, ja, je hebt het over tips, maar ik ben toch heel erg nieuwsgierig wat voor tip jij hebt om die kerels die nu op de bank zitten, hè, die al 16 jaar geen bosje bloem hebben meegenomen, om toch eens een keer een hele speciale manier hun vrouwtje te verwennen. Wat voor tips geef je daar voor mij? Nou, wij krijgen ze regelmatig in de winkel met in hun broekzak een oude BH van hun vrouw uit de la boven. En dan zeggen ze, dit draagt mijn vrouw nu. Ik wil iets moois voor hun. En dan geen grote onderbroeken bij, zeggen ze. Want ze heeft altijd van die grote tenten. Doe maar een keer iets leuks. En wij krijgen hier heel veel mannen binnen. Gelukkig. Dus, Adrie, wat draagt jouw vrouw? Ja, dan ga ik vertellen. Ik wil eigenlijk mijn vrouw verrassen. Want het is binnenkort moederdag, hè? Toch? Ja, het is het. Nou, ik ben eigenlijk op zoek, ik weet niet of je dat kunt leveren, een BH met lange mouwen en een string met steekzakken. Nou, misschien kan ik het wel leveren, Adrie. Moet ik straks even zoeken voor jou. Goed. Ja, dat zou wel fijn zijn. Oh, ja. Oh, help. Nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. Ik vraag het iedere keer weer. Ja, ik weet het. Maar ja, Petra, sorry. Hey, 25 jaar zit je in het vak. Ja, 25 jaar. Ja, het is een lang geleden. Er is ook heel veel veranderd in die 25 jaar. Ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld de eerste string kwam. Toen dacht ik zelf ook van, ja, wie gaat dat nou dragen? Ja, nu is het de orde van de dag. De eerste voorgevormde BH'tjes die kwamen. De push-up BH'tjes kwamen. En dan zeiden vrouwen, ja, je gaat toch niet je borst omhoog drukken? En nu is het gewoon ja, iets wat heel normaal is. Ook in een grote cupmaat dragen ze vaak nog push-ups. Wat zou er nou nog moeten komen in jouw branche? Ik bedoel, ik zou me niet kunnen zeggen van, oké, een BH met richtingaanwijzers. Maar wat is er nog niet? Waar is behoefte? Nou, waar behoefte aan is, ik kan niet zo snel even iets bedenken, maar wat wel een mogelijkheid is, en dat heb ik ook al eens bij een firma geopperd, is dat altijd de bandjes er allemaal altijd af kunnen en dat je bijvoorbeeld bij iedere BH een paar losse bandjes in kleurstellingen tot de BH kunt combineren met de kleding. Want bandjes is tegenwoordig wel heel belangrijk. Als je een BH draagt zonder een leuk bandje, dan is dat toch wel jammer, want er is zoveel meer mogelijk. En dat is leuk, het mag. Zijn je openingstijden? Wij zijn van dinsdag tot en met donderdag geopend van 10 tot 5:30. Vrijdag van 10 tot 9 en zaterdag van 10 tot 5. Zowel de kleindochter, de moeder als de oma en al de kerels die mee willen kunnen hier terecht. Ja, we kunnen eigenlijk iedereen hier helpen aan een goed stukje ondergoed. Ja, want dan hoor ik net dat jij je push-up BH's hebt en zo. Ja, zeker. En dan ook onderbroekjes veel. Ja, maar ook push-up slips zijn er zelfs. Ja, die zijn er. Die zijn er echt ook, ja. Oh. Er zijn best wel vrouwen die een beetje slappe billen hebben. Nou, alleen maar voor de kerel. Voor de kerel een push-up slip.
Ja, ja. Ja, dan moet je daar eens even gaan passen, Nol. Misschien staat het jou wel. Ja. Petra, bedankt. Ja. Heel graag tot de volgende keer. Oké, hartstikke bedankt jullie voor jullie komst. Doei. Het is toch leuk geworden, Adrie? Nou. En je hebt je weer niet kunnen gedragen met uw vraagjes. Ja, hoezo? Ja, hoezo? Er zijn toch geen vragen? Heb jij een BH met lange mouwen en een string met steekzakken? Ja, nou, dat is toch mooi toch voor moederdag? Ja. Ongelooflijk. Hé, hey, ja? Wat is dat? Och, is dat glazen huis? Glazen boerderij. Oh, dat is niet van het programma. Misschien wel leuk, want we gaan nu natuurlijk het programma. Dan weten jullie dat er altijd een belangrijk iets komt of iets leuks komt over het dorp waar wij natuurlijk aan het zwerven zijn, hè? Ja. Ik heb een stuk van de bouw gefilmd. Is dat zo? Ja. Ja, de glazen boerderij. Zullen we daar eens even naar gaan kijken en daarmee het programma afsluiten? Dat is misschien wel leuk, ja. We gaan even kijken naar de bouw van de glazen boerderij en interviewtjes die we hebben gedaan ten tijde van de bouw. Bedankt voor het kijken, tot de volgende week. En waar we dan aan het zwerven zijn, wie zal het zeggen? Ik zeg het niet. Nee, gelukkig. Ja. De glazen boerderij in Schijndel, een veel besproken object. De een spuugt het uit en de andere omarmt het. Maar steeds meer mensen vinden nu het pand aan het oprijzen is het project toch wel erg interessant worden. Maar er zijn altijd negatieve meningen. Degene die dat uitgevonden heeft, die moest op zijn knieën neerkruipen. En die moest zo zijn excuses maken. Het is het grootste fout die ze ooit in Schijndel gemaakt hebben. Ook het grootste schandaal wat ze in Schijndel maken. En waarom leggen ze uit? Waarom? Dat marktveld, het marktterrein wat we hier hadden, dat zo prachtig was, hadden ze zo moeten laten. Wat voegt dit toe? Nog meer ellende bij de middelstand. Het is al niet te verhuren, er is al zoveel leegstand. En aan het mooiste stukje gaan ze niet verkopen, de gemeente, maar weggeven. Weggeven? Weggeven. Als je gaat tellen wat dit uiteindelijk net op opbrengt. En als je dan gaat bekijken dat de ondernemers die het gekocht hebben... Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar dan ook nog eens gratis parkeerplaatsen erbij hebben. Terwijl een andere ondernemer zelf voor parkeerplaatsen moet zorgen. Als er ooit mismanagement en misbestuur geweest is, dan is dit iets van eerste klasse. En naar uw mening, wie zijn fout is dit dan? Nou, degene die de schoen past, trekken hem aan. En laat degene die er verantwoordelijk voor zijn. Die weten best wie dat zijn. We zullen maar niet meer naamkaartjes gaan gooien. Maar elke... Schijndelaar zal beamen dat dit het grootste mismanagement geweest is wat ze ooit gedaan hebben in Schijndel. En als het straks open is, gaat u dan wel een keer winkelen hier? Als het open is, dan is het open en we zullen ermee moeten leren leven in Schijndelaar, niet? Ik bedoel, het gebouw zal niet meer weg te denken zijn. Maar als ze ooit Sinterklaas gespeeld hebben, de gemeente Schijndelaar, is het met dit project. Inmiddels zijn we een klein kwartiertje op het bouwterrein bij de glazen boerderij in Schijndel. En vele meningen hebben we al gehoord. En ik moet zeggen dat die meningen inderdaad verdeeld zijn. Hoewel we nu in principe meer positieve reacties hebben gehad dan negatieve reacties. De glazen boerderij is er, zal er zijn en zal blijven staan. Straks vanuit december in een compleet plaatje. En wanneer het dan precies open gaat, dat horen we straks. Maar ik wil toch eerst nog even een leuke reactie van een Schijndelenaar horen. Meneer Schijndelenaar, in hart en nieren, wat vindt u van de boerderij? Ja, op zich vind ik het wel mooi, maar het complex is eigenlijk heel veel te groot ten opzichte van de mooie kerk. Hè, die valt helemaal weg. Dus daar had ik niks meer van te zien. Van deze kant, ja. Ja, van die kant wel, maar vanaf hier, al die mensen die hier doorkomen rijden, die zien dadelijk de kerk niet meer. Nou, ik heb ook gehoord, wat u zegt doorrijden, dat dit gewoon autovrij gaat worden. Ja, de markt wel, ja, maar hier zullen denk ik toch nog wel auto's doorrijden. Dat is de vraag. Ik denk dat we bij de gemeentes moeten gaan informeren, maar volgens mij niet. Of autoluw. Ja, best hoor, maar de markt wordt autoluw, ja, hier. Maar of dat hier nog doorgaan verkeer, dat weet ik ook niet. Als het daar straks staat, hè? Want u zegt van, nou ja, ik vind het niet verkeerd, ik vind het wel erg groot. U bent niet echt negatief, u bent ook niet positief, u zit een beetje ertussenin. Ja, mag van mij wel. Ik vind het wel een aanwinst voor Schijndel. Nou, kijk. Dus als straks het terras er staat, dan bent u hier wel eens een keer te vinden voor een kopje koffie? Daar ben ik wel
voor te porren, ja, om je een kopje koffie aan te pakken. Nou, dan biedt TV 73 u het eerste kopje koffie in het gebak gratis aan. Ja, dankjewel. Achter mij op de kop van het zuiden, bijvoorbeeld, komt hier op de benedenverdieping en een deel op de eerste verdieping met een open vide Grand Café, Alles Café Jan van Amstel. Genoemd naar de zeevaarder die in de grote kerk hiernaast begraven ligt. Een bekende schijnlenaar, Jan van Amstel, met zijn Alles Café. TV73 blijft deze bouw volgen, maar we gaan ook nog even praten eerst met de uitvoerder om te kijken hoe het project ervoor staat en wat er nog allemaal moet gebeuren. Zijn er tegenslagen geweest? We horen het zo van de uitvoerder. Het hoogste punt is bereikt. Ja, de hoogste punt hebben we vorige week vrijdag bereikt en hebben we hem een klein beetje onderling gevierd. Verder hebben we daar niet te veel aandacht aan besteed op dat moment. Ja, nu komt de staalbouw eromheen. Nu zie je pas hoe groot het is, hè? Nu komt een beeld van hoe dat het totale plaatje zal gaan worden op het plein. Ik denk als het glas er dadelijk op staat dat het een veel mooier beeld gaat worden als wat we nu eigenlijk hebben. Want ongeveer hoeveel kubus is dit complete plaatje? Durf ik niet. Heel veel? Het zijn er best veel. Het zijn 3 verdiepingen in ieder geval, 2 verdiepingen in totaal. En dan heb je nog een stukje technische ruimte bovenin. Dus ja, het zijn best wel wat kubus. Vooral ook omdat winkelpanden zijn, heb je hoge verdiepingen. Dus, Zijn er dingen die tegenvallend zijn geweest in de situatie waar je nu staat? Nee, we hebben niet echt tegenslagen gehad. We hebben eigenlijk altijd een redelijk goed weer gehad. Dus eigenlijk is alles loopt gewoon volgens planning en loopt goed. Wanneer gaat de champagnefles tegen de zijpuik? Wanneer ben je klaar? Omstreeks december zouden we gereed moeten zijn met heel het pand. Dus ja, exacte data's. Ja, dat ligt nog een beetje aan wat de winkels allemaal nog willen natuurlijk. En natuurlijk wat het eventuele winterweer gaat doen. En wat na het winterweer, daar zijn we natuurlijk een beetje voor. Op het moment dat het glas dicht is, dan zijn we dus het winter voor. En dat mag het probleem niet zijn. Maar er zijn nog wel eisen van de huurders die nog meegenomen moeten worden. Dus exacte data's heb ik daar nog niet voor. Ja. Zoveel mensen, zoveel wensen. Zoveel mensen, zoveel wensen, ja. Van de ene kant natuurlijk ook veel meer werkgelegenheid hier in Schijndel. Want er komen nieuwe winkels, er komt horeca. Er komt, zover ik begrepen heb, een sportschool hierboven. Kortom, Schijndel krijgt een uniek project. Of daar de Japannertjes met grote touringcarbussen voor naar Schijndel komen, dat is de vraag. Alleen, laten we wel wezen en eerlijk wezen. Het is een super uniek project. En Schijndel heeft het. De glazen boerderij. Dit was Nolroos voor TV73, de zender voor Zettigenbos en omgeving.